We zijn bij Zwagerman International, want Marianne Zwagerman stond vorige week met deze video op Dumpert. Hier ga ik je corrigeren. Kijk. Dit mag je nooit meer zeggen. Als jij dat nog één keer zegt, zoek ik je op en hak ik je kop eraf. Lager geschoold personeel, dat wil ik vandaag voor het allerlaatst gehoord hebben. Voor die video kreeg ze niet minder dan 25.000 kudo's en een hele bak vol met videofucks. Ik zeg... Reden genoeg voor ons om even langs te gaan bij Marianne Zwagerman. Moet ik zeggen Marianne? Marianne! Marianne Zwagerman. Dag Marianne. Hallo. Ja, hoe gaat het? Best wel goed. Ja. We zagen jou vorige week natuurlijk met jouw passievolle oproep om mensen die dan laag opgeleid zijn, niet meer laag opgeleid te noemen, maar... En je doet het toch, hè? Ja, sorry. Moet ik het nou nog een keer zeggen? Graag. Dat je dat nooit meer mag zeggen. Ja. Je hebt dat nog niet gesnapt. Je had op Dumpert alleen al 800.000 views en een whopping 25.000 kudo's. Had je dat verwacht? Ik vond het een beetje teleurstellend, want op Facebook ging het veel harder. Ja. En als je kijkt naar de reaguurders op Dumpert, ja, die zijn allemaal niet zo heel best opgeleid, heb ik het idee. Dus ik had het gevoel dat het in die doelgroep toch wel nog ietsje harder zou gaan. Stop met mensen laag opgeleid noemen. Ze zijn praktisch opgeleid. Dat is niet slechter dan theoretisch opgeleid. Eén ding wat ze hebben gedaan is videofucks maken. Heb je die gezien? Nou, ik kreeg op een gegeven moment een linkje opgestuurd van een voormalig vlammetje van mij. Dus ik kwam eigenlijk tot de schokkende conclusie dat ik seks heb gehad met een reaguurder van Dumpert. Dit mag je nooit meer zeggen. Ik dacht, dan maar anders proberen. Dan maar achter in die kont. Oh man. Dat was wel goed nat, hè? Ik vecht hier al heel lang voor een betere waardering voor vakmensen. Want ik erger me echt kapot aan het land dat wij gebouwd hebben. Noem ik altijd een rubberen tegelparadijs. En dat is gebouwd door risk managers. Mensen die de hele dag alleen maar bezig zijn met dingen bedenken. Oplossingen verzinnen zonder dat er een probleem was. Ja, en dat zijn mensen die niks beters te doen hebben. Dat zijn mensen die hebben geen vak geleerd. Dus die zitten de hele dag alleen maar problemen te verzinnen. En die mensen hebben wij in Nederland belangrijk gemaakt. En daar moeten we wel van af, want daardoor hebben we een heel vervelend land gekregen. Hooggeleide vinden lager, verdienen lager dan laaggeleide. Hier ga ik je corrigeren. Kijk. Dit mag je nooit meer zeggen. Nou, G, ik ben hooggeleid, G. Altijd goed geleid en shit. Kon je zelf een beetje lachen om de videofucks? Nou, er zat er één bij met dat akelige kind. Ik ga niet zo praten als mijn vader. Maar jij kunt geen auto repareren. Nee. Ik zag mijzelf daar dus ingemonteerd als een soort strenge moeder. Ja. Toen dacht ik, wow, ik heb echt misschien wel een roeping gemist. Ik had in het mutsenparadijs moeten blijven en gewoon lekker kindjes moeten maken en opvoeden. Fuck you, lelijke aap die je bent. Ho, hier ga ik je corrigeren. Conclusie, je kon wel lachen geloof ik om die videofucks. Ik vond ze niet zo heel, heel leuk, moet ik heel eerlijk zeggen. Zeg maar even, doe nog even iets liefs naar die reaguurders. Jullie staan er toch ook algemeen onbekend dat jullie niet in het geheel heel erg positief zijn? Hier ga ik je corrigeren. Of nee, toch niet? In alle bescheidenheid heb ik toch het gevoel dat mijn eigen stukjes de leuke stukjes waren van de videofucks. Kanker, tering, godverdomme, is van een bloedkankerding. Hier ga ik je corrigeren. Ik heb trouwens nog wat voor je en dat, waar is mijn tas? Nou, we lopen even, we zijn bijna aan het einde van de video. Maar we hebben een cadeau voor vriendin van de show, mag ik wel zeggen natuurlijk, Marianne Zwagerman. Wat de reaguurders misschien niet weten is, zonder mij was er überhaupt geen Dumpert geweest, ja, hè? Ja. Vertellen jullie dat vaak genoeg? Houd toch je kankerbed, man. Dit mag je nooit meer zeggen. Maar rij je een kleine auto? Nee, ik rijd zelf in zo een, alleen deze is van Wilco. Wij doen tegenwoordig bij Dumpert ook aan marketing. Oh, je bent van marketing. Nou, hier is nog steeds niet mijn tas. Ik zie alleen vieze oude gimpjes. Als dat het is, dan... Nee. Of het cadeau niet. Maar je bent de allereerste die hem krijgt. Een echte Dumpert mok. Jezus, je lijkt WNL. Alsjeblieft. Dan krijg je ook altijd van die bekers. Ja. Ik wilde eigenlijk liever een groene plopkap. Mag ik die niet? Ja, daar ben ik blij. Zo. Daar ben ik blij om. Hatsé. Vreselijk bedankt voor je tijd in je toch drukke zakenleven. Ja. En ik wens je alle succes. Dankjewel. Van de wereld. Dankjewel.